Oh! Oh, je moet zitten! Oh, shit! Boys, respect, sportiviteit naar elkaar moet hoger. De duels worden nu te hard. Yes, de FC Straat League is terug. Nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen en nieuwe gezichten. Ejoep het Monster en Paolo zijn er niet meer, maar geloof me, er zijn volop nieuwe talenten, of niet? Ja! We hebben trouwens de beste voetbalcommunity van de wereld, dus like deze video alvast en abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. 7 teams spelen op dit pleintje, 90 minuten lang tegen elkaar. De 2 teams met de meeste punten spelen later in de Captain's Game om te bepalen wie de eerste street captains gaan worden van dit seizoen. Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Je gaat nu kijken naar alle highlights van de komende 90 minuten. Go! Yes, the game is on. Over de banner! Over de banner! Boom! Ba 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 ba. Oh yeah, oh, achterste aan Benos. Colossus! Kapos! Hij heeft hem vast! Bam 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 bam, kebab 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 kebab. Allee, gel 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 gel. Divano, Divano! Yesu! Nee. Dribble. No, no! Gang! Au, vallen, au. Pasos, no look, golazo, door de windjes. Oh, Divano, Nico, Divano, de zon. De bal van! Wat een bal, wat een actie. Mitch, in de glitch. Keep it on the ground. Yes, dat waren 90 intense minuten met hele mooie beelden. Voordat ik de 3 degradanten bekend ga maken en de 2 challenges die gaan spelen in de Captain's Battle, hebben we eerst groot nieuws. Samen met onze sponsor CSU willen we alle pleintjes in Nederland schoonmaken, maar vooral ook schoon houden. Maar er zijn ook pleintjes waar veel afval wordt achtergelaten. Als jij met een foto of een video hebt laten zien dat je je plein schoon hebt gehouden, dan maak jij kans op een door mij gesigneerde FC Straat Goat Bal. Wat moet je doen? Plaats het in je story, tag FC Straat en tag CSU Schoonmaken. Want je kan je plein laten shinen, maar je kan ook shinen op je plein. Accepteer de punchline. En dan, wat worden de 2 challenges voor de Captain's Battle? Ik sta hier met de boys van Roffa Rotterdam. Ik ben Galil, ik kan goed dribbelen, goed scoren. En we gaan die boys, Aga boys, gaan we goed leren voetballen. Met die Nijl ook bij middenvelder, we gaan die boys scheuren. Afmaken, scheuren, we gaan ze leren voetballen. Even kijken wat die andere boys zeggen. FC Aga. Afmaken, scheuren, ze gaan jullie leren voetballen. Dat zijn even dingen die ik te horen heb gekregen. Wat heb je terug te zeggen tegen de challenges uit Rotterdam? We gaan zien na de wedstrijd. En we zullen ze slopen. Soms heb je praatjes van tevoren. Maar als je die praatjes waarmaakt, zoals Ejoep het Monster bijvoorbeeld, dan is het wel extra hard. We gaan het zien in de Captain's Battle. Maar dan op een andere locatie. Yes, de 2 teams zijn aangekomen voor de Captain's Game. Wie van deze teams worden de nieuwe street captains? Team Aga FC represent de stad Den Haag. En team Deadpool represent de stad Rotterdam. We gaan het zo zien. Eerst even kijken hoe deze teams zich hebben voorbereid. Yes, Aga FC represent Den Haag. Met welke speler gaan jullie het meeste rekening houden? Ik denk Galu. Ik denk dat hij het meest behendige speler is. Jij bent de speler die zij echt het meest in de gaten gaan houden. Wat vind je van de tegenstanders? Kunnen ze samen gewoon goed, maar alleen kunnen ze niet zoveel worden ofzo. Maar wij gaan gewoon goed op onze mandje dekken. Gaan veel 1-op-1 spelen en dan gaan we ze gewoon eten. Hey, heel Den Haag zit te kijken. Wat wil je zeggen tegen iedereen uit Den Haag? Dat die banden van ons zijn na deze wedstrijd. We gaan jullie trots maken en we gaan die banden voor jullie winnen. Ai ai ai, de spanning begint te stijgen. Ik vroeg trouwens niet alleen de teams wat ze verwachten van deze wedstrijd, maar ook verschillende mensen op de straat. Gali, ik hou je in de gaten, hè? Ik hou je in de gaten, ik zie jou alle, broer. Ik hou je in de gaten. Den Haag, neem die banden mee naar huis. Rotterdam, ik ben met jullie. Rotterdam, verliezen in Rotterdam? Kan niet, onmogelijk. Jay, vergeet Courtois, vergeet Noppen. Jij wordt de nieuwe keeper van de Nederlandse elftal. Aga FC, jullie gaan het niet halen. Verliezen in Rotterdam? Kan niet. Aga FC! Er staat een hoop op het spel, de spanning begint te stijgen. En over winnen gesproken, jij als kijker kan ook iets winnen. Namelijk een fatbike ter waarde van bijna 2000 euro. Hoe? Dat zie je later in deze aflevering. We gaan nu bijna beginnen met de Captain's Game. Ik ben David en we zullen ze slopen.
Mijn naam is Sammy. Mijn specialiteiten zijn 1-op-1 verdedigen. We mogen de beste winnen. Ik ben Siebe. Mijn specialiteit is snelheid, passing en we gaan zien na de wedstrijd. Ik ben Nico. Mijn specialiteit is fysiek houd en schieten en we zien het wel. Jay, mijn specialiteit is 1-op-1 en we zien wel na de wedstrijd. Ik ben Jared. We gaan wel zien wie er gaat winnen. Ik ben Denijlo, ik ben middenvelder en ik ben scheuren. Ik ben Mac, mijn kwaliteit is zij. Schoot op goal en 1-op-1. Ik ben Gelin en we gaan die AK boys gaan we goed leren voetbal. Ik ben Botrent, mijn kwaliteit zijn passen en wij pakken die banden. Ik ben Marwan, ik ben verdediger die goed kan indribbelen en mocht het beste vinden. Yes, er is geen weg meer terug. We hebben trouwens een scheidsrechter, Rico de Ref. Maar het is de bedoeling om zoveel mogelijk zelf op te lossen, zoals we dat op de straten gewend zijn. Ik heb hier de witte FC Straat roodbal en de plofbal van FC Straat. We gaan pispoten om te bepalen met welke bal we gaan spelen. Witte bal. Luister nogmaals, jullie weten zelf of het een uitbal is, jullie weten zelf of het een overtreding is. Ik heb geen zin in gezeur. Geef elkaar om en om een box en dan gaan we beginnen. Heerlijk om te zeggen, the game is on. We gaan zo beginnen met de allereerste Captains Game van het nieuwe seizoen. Voetballen, sporten is natuurlijk super belangrijk. Of dat nou op straat is of bij een voetbalclub. Dit zou voor ieder kind mogelijk moeten zijn. Helaas is de realiteit niet zo. Voor 2 tot 3 kinderen per klas is het namelijk niet mogelijk en het komt door geldzorgen. Maar luister, als je nu kijkt en jij hebt geldzorgen, weet dat je niet alleen bent. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt namelijk een oplossing. Zij kunnen de contributie of lesgeld van een club betalen. Hoe? Ga naar www.kieseenclub.nl om te kijken hoe ze jou kunnen helpen. En trouwens, dit kan ook gelden voor een vriend of een vriendin waarvan je weet dat ze in moeilijkheden zitten. Spread the message. Oké, steen, papier, schaar om te bepalen wie er met de shootout moet beginnen. Het is Rotterdam. Superbelangrijk moment. Je kan gelijk 1-0 voorkomen. Jade op goal. Gelly gaat gelijk schieten. Wat een redding van Jade. Goeie redding van Jade. Ik denk dat Gelly iets te snel ging schieten. En dan, aan de andere kant, Jared. Het blijft 0-0. De game is letterlijk on. Ja hoor, hij is er. We zijn begonnen, we zijn begonnen. Ik heb nu al kipvel, het is 31 graden, maar ik sta met kipvel. Hij is er. Dit is, man, niet te vaak hè, dit keer. Sorry, sorry. Er werd veel geklaagd in de comment sectie. Oké, Mert aan de bal. Dit is Marwan, goede aanname, gaat schieten. Het seizoen is weer begonnen. Ben niet. Marwan, luister naar de scheidsrechter, niet zeuren, spelen. Oh, die is Jade. Wat een bal op Nico, wat een aanname. Wow, zijn aanname is trouwens niet normaal. Nico is de name. Ja, zo kippen wel, of niet? Jade met het schot. Ja! Het was raar hoe die viel, die keeper. Maar het is wel een assist. Het is 1-0 voor team uit Den Haag. Nee. Oké, Nico draait weg. Gelil op sterk. Bal gaat terug naar de keeper. Rico de Ref geeft een overtreding. Ik ben trouwens benieuwd wat de action of the game wordt. Dat moet je echt niet tegen mensen uit Den Haag zeggen. Mensen uit Rotterdam moeten echt niet zeggen dat Den Haag Rotterdam is. Je moet wel een beetje die rivaliteit houden. Oh, goede actie van Siba! Hij had... Je zag hem, hè? Alles stelt niet in voetbal. Vroeger had je nog die analyse. Zou je dat beeld stopzetten? Zou je zeggen, hij moest eigenlijk die bal geven? Jammer dat je het niet. Goeie bal! Oei, achterbal. Dat was een kippen van moment, net een mooie kans. Ja. Mert hebben we eerder gezien, hè, in de league. Ja. Boetje speelt hem in op Marwan! De redding van Jade met zijn gezicht. Met de hoofd, hè? Hij houdt hem tegen met zijn gezicht. Lekker, hè? Daarom zeg je misschien wel. Gelin wordt aangepakt. Het is 2-0 voor Aga. Aga FC. De game is letterlijk on fire. Rotterdam moet oppassen. Met Paul. 3-0 is niet fijn. Het staat nu 2-0. Even een belangrijke giveaway, want jij als kijker kan een fatbike winnen van Diablo Bikes ter waarde van bijna 2000 euro. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel. Volg Diablo Bikes _official op Instagram. Elke volger maakt kans en we maken de winnaar in de volgende FC Straat aflevering bekend.
Ja, jij volgt ze? Ik maak kansen. Iedereen maakt kans, behalve jij. Speelt hem terug op die Nilo, als het goed is. Zo, zo! Maar Sammy is ook sterk. Gelly nu weer, Gelly. Gelly, daar is ze door. Gelly is er door. Bal voor Geel. Wist je trouwens dat binnenkort Suhel weer met zijn team komt? Ik heb dat gehoord. Uit Betrouwbare Bron. De eerstvolgende aflevering. Maar gaat hij de challenger worden? Hij moet wel eerst de league winnen. Trouwens, voor alle vragen, waar is Paulo, waar is Ejoep? Paulo en Ejoep zijn officieel onder 16, ja? We hebben nu nieuwe gezichten, nieuwe helden van de kleine velden. Ze wilden niet met de rode bal. De rode bal die stuit het veel minder. Ja, maar ik... Ja, kijk, ja, zal ik. Maar de klokbal is toch heerlijk. Ligt eraan wat je gewend bent. Vooral voor die kleine ruimtes. Oh, en we hebben het schot. Oh, wat een redding van Jade. Corner kick. Jared. Jade. Zo. Kap de villa. Kap salon. Oh, en een doelpunt van Jared. Hey, die Jade, hè? En Jared zei van tevoren ook van, we gaan ze opeten. Wat is er gebeurd? Ja, zet even. Ja, de game is on. Oh, ik wilde eigenlijk niet zeggen. Ja, de game is on. De game is on. Hey, ga maar verder, hoor. Let niet op mij. Ai. Het is 4-0. De boys uit Rotterdam worden opgegeten op eigen terrein. Marwan. No. De villa gelijk uit. Hoe kan dat? Het gebeurt al twee keer bij hem. Slim gedaan. Zag je die blok van Gelly? Dat was een blok van Gelly. Ja, dat deed hij echt slim. Rotterdam heeft veel moeite met die aanname. De eerste aanname is niet dat hij gelijk klaar ligt voor het schot. Action of the game. Oh, je moet zitten! Met een dubbele redding. Action of the game. Boetje. Gelly. Zo, je weet wie zit. Ja, Boetje. Marwan zit. Goeie save. Met zijn hoofd. Ja, goeie save. Ja, keeper, ze pakken met alles, hè. Ja, timeout. Oké, timeout. We willen erover gaan, dus we moeten gewoon meegaan met lopen met de man. En anders van diep gaat het overnemen van iemand anders. Ik moet er met eentje deten terug. We moeten met z'n allen. Uitgespeeld daar, bro. Het is gewoon onze man lekker. We moeten het afmaken. We hadden daar 100% kans. Schud die bal gewoon. Kan niet altijd. Kan wel altijd. Ja, naast mij twee legends uit de game. Vorig seizoen. We hebben hier Dylan, keeper van Den Haag. Jij neemt aan dat je voor Den Haag bent? Ja, ja. En we hebben Luciendri, de man met een 8-pack. Geen 6-pack, maar met een 8-pack. Ga niet zo lekker, bro. Jouw team is Rotterdam, hè? Ze doen niet echt goed, man. Nee, wat gaat er fout? Niet die samenwerking is er niet. Een beetje te veel op eigen kracht. Niet meer samen gaan spelen. Zo, fel duel, man. Ik had die namen nog goed weten. En Noluk van Dinailo. Dinailo! Wat vind je van het niveau? Ja, redelijk hoog tempo. Gaat heen en weer vooraf. Zie je welke speler tegen Rach? Van Rotterdam. Jouw team, ja. Marwan. En waarom? Goed in kleine ruimtes. 4-0 is een lastige stand. Maar je kan bij één doelpunt kan je kracht krijgen. En als dan die 4-2 gelijk valt, is alles sowieso mogelijk. Nee, dit is goed gedaan. Gelly, nu dan. Hij moet. En dan. Oh! 4-1. En Luciendri is terecht nog niet heel blij. Het is pas 4-1. Jade verwacht een hardschot van Gelly. En nu! Oh. En Sammy tegenover Dinailo. Dinailo bikkelt hem, heeft de bal nog. Kan hem terug naar Mert. Dit is gevaarlijk! Dit is gevaarlijk, zeg. Oh, wat een redding van Mert! Oh! Daly met de goal. Gelly. Mooie schadeweging. Nu dan Boetje op Marwan. 5-2. Ze doen iets terug. Ja,
Juan is losgekomen. Nico! De man uit Peru trouwens. Nico komt uit Peru. Besef, nog één goal en dan gaat Den Haag het voelen. Maar komen ze tot die goal? Dit is Ghali. Wow, dat is jammer zeg. Als Rotterdam onder druk wordt gezet bij die keeper, hebben ze een probleem. En dan redding, dubbele redding van Mert. Ai, 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 gaan ze het uitspelen? Ja, hij gaat zelfs scoren. Het is 6-2. Wat een redding. Mooie showduik van Mert. Denzel en Eli, die staan ook klaar om hun opwachting te maken. Maar misschien ken je nog andere teams waarvan je denkt, ja man, die moeten meedoen. Laat ze meedoen. Laat ze kijken op fcstraat.com waar de voorrondes zijn, waar de play-offs zijn. Via de voorrondes kan je naar de play-offs. Schot van Jared. Naast. Goeie bal. Goeie bal! Wat een redding weer van Jade. Boetje, die moet zitten en dan gaat hij aan de andere kant. Oef. Dit was wel echt mooi gespeeld. Marwan, 1 op 1. Het is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. 7-2. Boys, respect, sportiviteit naar elkaar moet hoger. Ik vind het knap dat jullie het niveau halen. Ja? Maar we gaan nu gewoon weer met respect met elkaar om. De duels worden nu te hard. Het geldt voor beide teams nu. Ja, laten we gewoon leuk gaan voetballen. Dank jullie wel. Hey, als je je afvraagt wie dit zijn, ze zijn vandaag de ballenjongens. En waarom zijn zij de ballenjongens? Ze hebben pas een bestelling gedaan via fcstraat.com. En dan kan jij dus uitgekozen worden om hier bij de opnames aanwezig te zijn. Hey, wat doen jullie hier nog? Ga verder met ballenjongens zijn. Hè? Let's go, let's go, let's go. We gaan weer verder. Ik kan het wel even steeds proberen, maar. Nu, Ghalil. Oei, 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 oei. Kijk, belangrijk is dat je je hoofd altijd omhoog houdt. Dat je niet gaat lopen zeuren. En dan speel je de wedstrijd niet alleen tegen je tegenstander, maar ook tegen jezelf. Waarschijnlijk heb ik dit vaker gehoord van een trainer, maar het is echt zo. Kijk, nu worden ze afgestraft. 8-2. Het is time-out, dat betekent nog 5 minuten te gaan. 7-2. Ja, sorry. Niet snap, vooruit. Zit hij? Jullie boys, jullie geweldig. Volhouden, volhouden. Nog 5 minuten. En nog 2 goals toch? 2 goals en hebben 10 boys. Kom, ga gewoon voor de 10. Jullie nog 2 minuten, dan wij 3. Het is wel lang, hè, 2. Ze zuiveren speelt het ook. Laatste 3 minuten. Gewoon 2 goals extra pakken. Oké, Rotterdam gaat met een meevoetballende keeper spelen. 5 minuten. 5 minuten is lang, hè? Oh. Ja, hij scoort hem. Hij scoort hem. Oh, oh, Marwan. Oh. 8-4. Kruiskater. 8-4. Ja. Ja, goede bal. 8-5. 8-5. Maar ja, het is bijna klaar. Alles is mogelijk. Ja, alles is mogelijk. Ja, ze staan heel goed te verdedigen. Ze staan heel goed te verdedigen. En dat kan ook als je lekker 8-5 voor staat. Oh, die Nilo, slim gedaan. Redding van Jade. Let op bij de corners. Nee. Oké, alle ballen zijn in het water geschoten, dus we hebben geen ballen meer over. Dus ze moeten nu wel met de rode bal gaan spelen, een plofbal. Misschien wel. Boetje, Marwan, Ghalil, laatste aanval, laatste actie. Dat betekent dat het klaar is. De banden gaan naar AGA FC uit Den Haag.
De nieuwe street captains zijn geboren en ze komen uit Den Haag. Bam. Deze staat al goed. Ja, je hebt het al zelf gedaan. Hey, blauw brengt veel druk met zich mee, hè? Echt? Ja, hey, op het monster en zo. Oké, Nico, de man met de mooiste aanname. Yes, rood. Staat goed. Blauw, lichtblauw. Wat is het? Jared, je had een beetje praatjes, maar jullie hebben het wel waargemaakt. Vond je het een moeilijke wedstrijd of een makkelijke wedstrijd? In het begin speelde gewoon goed en daarna verslapten we even en dan pakten we daarna gewoon weer goed op. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ga eerst zeggen wat ik ervan vind. Jullie zijn echt goede voetballers, maar jullie zijn voor het eerst een team die best wel ging zeuren. Scheidsrechter, tegen elkaar, onderling. Ik denk dat jullie twee tegenstanders hadden. De tegenstanders uit Den Haag en jullie zelf. Wat denk jij? Veel trek, scheids. Moesten we niet doen. Moesten we zelf ook zo. Nou ja, dan zou ik niet winnen. Oké. Ik hoor de teleurstelling, ik begrijp het, maar hey, jullie komen weer terug in de league met 7 teams. Hè? Dus jullie kunnen weer de nieuwe challenges worden. Hè? Ga jezelf ready maken, goed voorbereiden. Wat ging er niet zo goed, wat kan er beter? En dan zie ik jullie terug in de league. Oké, kop is eraf. Nieuw seizoen is begonnen. Volg Diablo Bikes, _official. En dan maak jij gewoon kans. In de volgende aflevering maak ik de winnaar bekend. En help ons ook meestemmen met Team of the Season. Maar daarover later meer. Ciao.